Ja, vrienden, ook onderweg, hè? Ja, 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 ja. Ik toch gekeken naar de boer zoekt vrouw. Dus hier komt weer mijn update. Ja, want er zijn twee dingen aan de hand nu boer zoekt vrouw is afgelopen. Twee dingen die wij met elkaar moeten toegeven. We hebben één ding goed gezien en één ding helemaal fout gezien met elkaar. Ja, en die we helemaal goed hebben gezien, dat was één, dat is Kersenpit, onze Rob. Ja, nou, wij hebben van tevoren al gezien, dat gaat nooit wat worden. Met geen enkele vrouw. En wat zien we nu in het interview met Kersenpitje? En Kersenpit, die komt dan vertellen dat hij heel onzeker is en een laag zelfbeeld heeft. Ja, dat vertelde Kersenpit. Ja, ja. En daarom had hij zich zo uitgesloofd. Maar beste vrienden, laten we nou even wel zijn over Kersenpit. Wat er niet genoemd is. Dat hij griezelig is en smoezelig is. En als je die twee met elkaar verbindt, dan krijg je het woord groezelig. Dus dat is allemaal verenigd in Kersenpit. En daarom is het niks geworden met Kersenpit. Want, nu wordt het neergelegd bij van ja, je bent er te veel opgedoken en je had meer afstand moeten nemen. Nee, groezelig. Dat is Kersenpit en daarom is het niet doorgegaan. Maar dat hadden wij met elkaar allemaal goed gezien. Wat wij helemaal verkeerd hebben gezien, beste vrienden, en dat moeten wij nu wel toegeven, dat is onze Maud. Ja, want bij Maud, toen zeiden we tegen elkaar, nou dat is een hoop aanstelleritis. Dat gaat nooit wat worden met Moutje. En Maud die gaat heel snel weg. En we vonden Maud ook helemaal niet zo leuk, want we dachten, nou die is een beetje matteklap. Maar wat hebben we nu dan, vrienden? Ja, onze Maud, die heeft het helemaal gemaakt. Onze Maud voelt zich helemaal thuis op de boerderij. Ze schilt de aardappeltjes. Ze maakt de vensterbakken schoon. Onze koetjeboe. Koetjeboe is helemaal blij met Maud. Want Maud, die vult haar aan. Ja, dat vindt hij. En hij vindt haar helemaal open. Zo de openheid. Dat vindt hij geweldig van Maud. En ineens is dat een geweldig duo. Terwijl we dat nooit hebben gezien met elkaar. Niemand gaf dat 1 millimeter kans. Nou. Dus dat hebben we helemaal fout gezien. En nu krijgen we het volgende. Nu zegt iedereen, we willen nog meer Maud. Ja, want Maud heeft nu gezegd van ja, ik heb een uur op gezicht. Hoor. Ze krijgt er een kleur van. En dan gaat ze ook daar bij Koetjeboe wonen. Dus nu wil iedereen meer Maud, nog meer Maud. En nou willen ze ook nog een soort reality serie. Maar vrienden, luister. We moeten niet meer Maud willen, geloof mij nou. Dat is zoiets hetzelfde als van, je hebt genoeg gegeten en dan wil je nog meer. En dan schep je nog een keer op, weet je wel. En tijdens het opscheppen weet je al, oh, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed aflopen. En dan heb je dat gegeten, dan heb je het allemaal gedaan, dan krijg je last van je maag. En dan, ja, weet je, dat is dan omdat het dan genoeg is geweest. En dat is nu ook het geval en daar moet iedereen zich maar bij neerleggen. Ook met onze Maud.